Jannie, vrijwilliger van de maand. Je richt je met name op de oudste generatie. Waarom deze groep? Omdat de oudste generatie volgens mij bijna de meest kwetsbare groep is in de samenleving. De oudste generatie die ik bedoel zit met name een beetje weggestopt in de zorgcentra. En daar wil ik aandacht voor vragen en daar wil ik aandacht aan geven. Ja, je doet dit allemaal zelfstandig. Je wil je niet aansluiten bij een organisatie, klopt dat? Ja, dat klopt. Eigenlijk in elk bedrijf, tegenwoordig helaas, is er heel veel bureaucratie. En zonder dat men daar veel aan kan doen, het is er. Het wordt je een beetje opgedrongen. Maar dan zie je niet meer waar de ruimte is. En de kwaliteit wordt, vind ik, alleen maar ingewikkelder. En dingen kunnen zo heel erg gemakkelijk. Eenvoudig en zonder dat het veel geld kost. Dat wil ik eigenlijk zelf laten zien als vrijwilliger. Om zelf zonder, zeg maar, overleg met iemand anders, zonder vergaderingen, zonder afstemming, gewoon de dingen te doen die ik zelf belangrijk vind. Ja, want Lint 10 is een van jouw Baarnse initiatieven. Wat houdt Lint 10 in? Lint 10, dat is de gemarkeerde route door het dorp van 10 kilometer lang. De route voor eigenlijk hardlopers in eerste instantie, maar net zo goed voor wandelaars. Het is een route die ik heb uitgestippeld over de openbare weg. Dus hij lag er in feite al. Ik heb het alleen willen verbinden met een aantal dingen. En de route is uiteindelijk gemarkeerd met oranje stickers. Maar de route van 10 kilometer, die is met name bedoeld, en zo is die ook uitgestippeld, die loopt langs de zorgcentra en langs de seniorenwoningen, onder andere. Hij is natuurlijk 10 kilometer lang. Hij verbindt ook eigenlijk als het ware de wijken aan elkaar van Baarn. Maar het is met name geïnspireerd om, of eigenlijk wil die route inspireren, degene die daar langs lopen, om de oudste generatie even te groeten. Zodat ze gewoon wat zichtbaarder worden. Je hebt in 2010 is Lint 10, zeg maar, ontstaan. Hoe is het nu? Zijn er mensen die deze route ook lopen? Ja, ikzelf in ieder geval. Maar het is een, dat Lint 10, het is ook, zeg maar, het lichter, permanent. Iedereen kan er gebruik van maken. Hardlopers doen het ook, dat zie ik. Ikzelf dus ook. Maar daarnaast, en het doet mij zelf al heel goed, dat ik zelf, zeg maar, de oudsten in een zorgcentra kan groeten als ze aan een koffie zitten. Als ik langs loop met hardlopen. Anderen zullen dat ook ongetwijfeld wel meer doen. En wat er daarna, het Lint 10 is geopend op 10 oktober 2010 om 10 uur 's ochtends door Erika Terpstra, die ook ontzettend enthousiast was en ook duidelijk aangaf dat ze hoopte dat het Lint eigenlijk over heel Nederland zou worden uitgerold. Met name vanwege omdat het ook een sportief, sociale route is die, zeg maar, sowieso hardlopers inspireert, wandelaars inspireert, maar ook iedereen inspireert om de oudste generatie te groeten en zichtbaar te maken, zeg maar. Door Lint 10 is er een ander initiatief gekomen? Ja, een terras. In ieder geval de sponsoring van een terras. Wat ik gemerkt heb namelijk in, ook weer tijdens mijn hardlopen en een beetje de verdieping van hoe bereik ik de oudste generatie eigenlijk, viel me ontzettend op dat in de, eigenlijk de meeste zorgcentra hebben ze het wel goed geregeld. Qua terrassen, ontspanning, parkjes, tuinen, allemaal heel mooi. Maar uit het zicht van de samenleving, dus vanuit het zicht van niet zichtbaar vanaf de straat. En dat is een groot gemis, vind ik. Omdat we eigenlijk daardoor de oudsten nog meer wegzetten uit de maatschappij, zeg maar. En dan wordt er eigenlijk een soort hindernis gelegd om ze te bereiken. Dat kon ik eigenlijk niet uitstaan. Dus heb ik ook gedacht van, ik ga gewoon eens bij Zandvoorde, waar, zeg maar, ook een mooi terras achter het gebouw is, ga ik eens vragen, als ik nou de gelegenheid heb om een terras voor jullie te sponsoren aan straatzijde, of te laten sponsoren, wat ze daarvan zouden zeggen. Zij hebben heel enthousiast gereageerd. En aan de hand daarvan heb ik bij de Stichting Zonnegloren, dankzij Dickie Plonk, de voorzitter, een terras aan straatzijde voor hun kunnen realiseren. Nou, naast Lint 10 heb je ook de Royale Route in Baarn op de kaart gezet. Ja, ik was al zo bezig met het uitstippelen van al en verbindingen leggen, dat het was eigenlijk gewoon een heel, heel spontane gedachte, dat eigenlijk de hoogtepunten van Baarn, de cultuurhistorische
hoogtepunten eigenlijk nooit in een route waren vastgelegd. En dat was eigenlijk iets waar ik me over verbaasd heb. Want we hebben er minstens 7 van die historische hoogtepunten. En wat zou het prachtig zijn als je die gewoon aan elkaar kunt verbinden door een wandelroute. Ja, wat zijn de hoogtepunten? De hoogtepunten waar je dan in dat geval langs gaat. Kasteel Groeneveld, De Naald, Paleis Soestdijk, de Pekingtuin, het Kantonspark, het Rode Dorp. En dan mis ik er nog één. Even kijken hoor. Het Rode Dorp, Kantonspark. Ja, Prins Hendrikpark is ook het laatst zo aangewezen als cultuurhistorisch monument, geloof ik. Daar gaat die route ook langs. En ik heb het gewoon, het is een hele mooie route geworden. Ik heb het alleen maar hoeven verbinden en hoeven op te schrijven en te communiceren. Het ligt nu bij de VVV. Het is te downloaden via diverse websites. Het is een werkelijk prachtige route. Op dit moment heb je nog een ander initiatief ben je aan het ontwikkelen. En dat is de driewielfiets voor ouderen. Ja, de driewielfiets voor ouderen. Mijn moeder die wou zo'n fiets. Eentje waar ze niet mee zou omvallen. Ze is 83, een beetje onzeker. Maar die wist zeker dat zij zo'n fiets wilde hebben. Maar het was heel moeilijk omdat we hem nergens zagen. Dus, zo'n driewielfiets, je ziet hem bijna niet. En uiteindelijk hebben we er een voor haar via Marktplaats gekocht. En we hebben even met haar moeten oefenen, omdat je er niet zomaar op weg rijdt. Omdat die driewielfiets heeft 2 wielen achter. En je moet je evenwicht niet bewaren. En omdat je altijd gefietst hebt, is dat heel moeilijk om opeens je evenwicht uit te schakelen. Want dat moet je eigenlijk even doen. Dus je moet oefenen om op de fiets te fietsen. Ja, je moet oefenen om op die fiets te fietsen. En met mijn moeder hebben we daar heel veel lol om gehad. Want ook wij konden niet zomaar in één keer op die fiets wegfietsen. Maar in ieder geval is het een heel, heel fijn rijwiel. En mijn moeder heeft daar ontzettend veel plezier van. Omdat ze nu weer in staat is om te fietsen, buiten in beweging te blijven. En dan komt ze daarna met meer energie, komt ze weer terug in huis. En ik zag dat en ik vond het onuitstaanbaar dat ik die fiets nergens zag. En dat eigenlijk dus die fiets nauwelijks aandacht krijgt in de samenleving. Dat die fiets ook niet benadrukt wordt als ideaal hulpmiddel, of ideaal rijwiel. Nadat ouderen, eigenlijk de gewone fiets zich daar niet meer op vertrouwen. Omdat ze bang zijn om te vallen. Is eigenlijk die driewielfiets een ideaal rijwiel om buiten te blijven bewegen. Omdat je het zelf doet. Je kan niet omvallen. Maar eigenlijk is het in onze maatschappij inmiddels zo dat we alleen maar meteen na die fiets zien we de scootmobiel. En de scootmobiel, daarin beweeg je niet meer. En dat is dus eigenlijk een beetje funest als dat een beetje te vroeg is voor een oudere. Om meteen in een scootmobiel te blijven zitten. Nou, ik wil je heel hartelijk danken voor dit interview. En ik wens je nog heel veel mooie initiatieven toe voor de toekomst.